Hallo, ik ben Bart. Ik werk voor het Agentschap Natuur en Bos als landschapsdeskundige. Ik vang heel graag nachtvlinders, omdat nachtvlinders eigenlijk heel veel zeggen, heel veel vertellen over de kwaliteiten van de natuur in onze landschappen. Er zijn 2500 soorten. En als we die gaan meten, dan weten we meteen hoeveel soorten en hoeveel exemplaren er van die nachtvlinders zitten in één gebied. We vangen liefst nachtvlinders op een mooie, warme zomernacht, omdat er dan meer exemplaren rondvliegen. We zetten 's avonds de val op bij zonsondergang. De lamp, een lamp met heel veel UV-licht, die blijft dan de hele nacht branden. En nachtvlinders worden dan aangetrokken en vallen in de kist. 'S Morgens kijken we dan wat we gevangen hebben in de val. En dat is meestal wel spectaculair. Veel soorten, veel mooie soorten, soms ook zeldzame soorten. Dat is ook altijd leuk om te vangen. Uiteraard laten we de motjes terug vrij. Het is een speciale kist die daarop gebouwd is, dat we ze niet moeten doden of bijhouden. Dus ze kunnen terug de vrije natuur in.